Geen probleem, Dylan, ik ben achter hem. Teamwork, bitch! Yes. Blijf van mijn apenmaatje af, jij dwaas! YOLO! Come on. Oh nee, ik kom weer. Ja, nice! Oké, jammer, Dylan, jammer. Nee, oké, ik ga bijna dood. Dylan! Ja, voel de arm, ik kan het aan. Je bent een apen. Nee, Dylan, wat doe je? Gebruik je torsion manier in plaats van dat je naar beneden valt. Grijp die liane. Oh, kut, hij viel! Oh, gelukkig staan al die blokjes hier, ouwe, en ben ik gered. Maak de jump. Wat? Wow, ik ben teruggeput. Wat? Echt, hè? What the fuck? Dit is apart. The lag is real. Wat? Yo, kijkers van Doe Maar Gamen. Vet dat jullie allemaal weer kijken naar deze nieuwe aflevering van Minecraft Skywars Duo. Hier op Doe Maar Gamen. Ik ben weer met de one and only apige man genaamd Dylan. Hallo, yes. En wij zijn teruggekeerd in de CubeCraft Game server. Deze keer zijn wij in de The End map. En Dylan, heb jij er een beetje zin in om met deze map te gaan spelen? Ik heb er heel veel zin in. Kijk, dat is wat we willen horen. En heb jij trouwens ook wat leuks uit jouw kisten gekregen? Nou, in mijn eerste chest niet echt iets heel bijzonders. Maar ik ga nu mijn tweede chest bekijken, daarboven. Ga jij ook altijd naar die kist toe die zeg maar op die obsidian pilaar te vinden is? Ja, maar altijd als ik naar beneden gevallen wordt losgelaten, zeg maar, wanneer de game begint, probeer ik al die chest in één keer te openen. Zodat dat is inderdaad heel handig. Want als je hem dan openmaakt, dan hoef je zeg maar niet meer het risico te nemen om te proberen daar jezelf naar boven toe te stapelen met blokken of zo. Alleen ik was iets te laat, dus dat is niet gelukt. En er zit alleen maar troep in, dus was niet echt handig. Nou, ik moet eerlijk toegeven, Dylan, ik ben best wel blij, want ik heb namelijk een diamond chestplate gekregen. Alleen ik zie er iemand die zijn zwaard naar zijn borst wijst, dus die zegt tegen mij dat hij met mij wil teamen. Alleen ik vertrouw hem niet helemaal op het moment. Dus ik weet ook niet of ik dat wel moet gaan doen, want 9 van de 10 keer als wij namelijk iemand vertrouwen, dan gaat het inderdaad verkeerd en die bitch die me kogelt mij inderdaad, een motherfucker. Oké, gewoon afmaken dan. Ja, ik kan alleen nu niet bij hem komen, want ik heb namelijk wel heel veel pijlen. Ik heb alleen geen boog te krijgen, dus dat zuigt een beetje. Ik zal gaan enchanten als ik jou was. Oeh, die kerel komt bij me. Eén ei. Oh, nee, dat is niet het veelbelovende konijnen-ei. Je leeft nog, toch? Ja, ik leef gelukkig nog wel. Heel mooi, is ik kom voordeel. Naar je toe. Bouwt die gast nu naar jou toe? Ja, hij bouwt nu inderdaad naar mij toe. Ik weet alleen niet hoe hij afgeschoten. Hij wordt bijna afgeschoten. Oké, ik moet heel even snel mijn boots gaan enchanten. Ik heb namelijk het idee dat dat wel handig is om te doen. Ja, bijna bij die gast die jou dood wil maken. Ja, maar die kerel die nu naar mij aan het toe bouwen is, want die heeft namelijk al een hele brug gemaakt. Kun je me daar misschien even mee? Oh ja, nice. Ja, ik ben bij hem. Oké, ik ga nu naar hem toe, ja? Ja, is goed. Oh, hij valt me aan. Hij heeft wel beter gear. Geen probleem, Dylan, ik ben achter hem. Teamwork, bitch! Blijf van mijn apenmaatje af, jij dwaas! Oké, lekker, Dylan. We hebben gewoon samengewerkt en we hebben gewoon de dwaas ingemaakt. Oh, deze ging goed. Oh, ik heb 2 diamond chestplates. Oeh, ik heb ook al een diamond chestplate. Lekker dan. Misschien kunnen we hem verkopen op de zwarte markt. Ik heb ook boots, ja, die heb ik net even snel geenchant met verdervalling 1. Heb jij toevallig nog wat meer? Oh nee, laat maar, ik heb ook zelf nog bouwblokken. Ik heb alleen geen eten. Alleen Dylan, kom snel. Hier, die kunnen we inmaken, die kerel daar die aan het bouwen is. Kom eraan. Oké, we kunnen nu echt zoveel mensen achter elkaar inmaken, Dylan. Oh ja, ze hebben allemaal blokjes gemaakt. Oh kut. Dylan, help me. Help me out. Nee, fuck! Oh shit, ja. Oh, heb je hem inweden te maken? Nee. Leef je nog, Dylan? Wat? Ben je dood? Oh shit, ja, het waren er echt in één keer een hele hoop. Dat is ook de reden. Ik denk dat 4 mensen precies dat gat dood zijn gemaakt. Ja, hè, dat is echt gewoon het verdoemenis gat. Eerst kwam ik daarin en was die een of andere rare kerel genaamd. Oh ja, dat was Sam007. Een of andere James Bond rip af. Ja. En daarna kwam jij en toen dachten die 2 andere gasten die naast ons zaten, hey, laten wij de aapman even in gaan maken. Oh, zo erg. Shit. Jongens en meisjes, wij zitten deze keer in de Gravity map. En Dylan, die zei net al tegen mij dat wij deze map geloof ik nog geen één keer eerder hebben gespeeld in de Minecraft Skywars Duo serie. Dus dat is iets vernieuwends, Dylan. Ik heb er veel zin in om in deze map te gaan spelen. Zelf heb ik hem al wel een aantal keertjes gespeeld. Ik weet niet hoe het met jou zit. Nou, ik denk 1 keertje of zo. Ik heb in ieder geval die nieuwe maps, die al eigenlijk een tijdje al zijn, niet echt vaak gespeeld. Dus deze ook niet. Nee, klopt. Ik heb echt de allereerste maps die ik speelde in Minecraft Skywars, dat waren geloof ik echt de meest basic maps, zoals de Temple map en die End map, zeg maar. Alleen deze map die heb ik... Ja, maar dat zijn ook geloof ik de mappen die er vanaf het begin af aan in Skywars al waren. Ja. In plaats van Biomes en Century en al die iets nieuwere mappen, zeg maar. Ja, klopt. Alleen, ik wil heel even kijken of ik bij jou in de buurt kan komen. Alleen, dit is echt zo'n typische map waarbij je echt binnen een paar klappen doodgemaakt moet worden. Heel goed oppassen in deze map. Dus ik maak al gelijk even een soort van bunkertje om mezelf heen. Ik denk dat het veiliger is om vanaf Leaves naar elkaar toe te bouwen. Oké, ik ben al even op iemand aan het bekogelen. Come on. Ja. Het valt mij op dat je echt met een normale bow zonder enige enchantments je tegenstander bijna... Oh nee, Dylan, ben je dood. Oké, Dylan. YOLO! Come on. Oh nee,
ik kom weer als spectator. Ja, nice! Oké, jammer Dylan, jammer. Nee, oké, ik ga bijna dood. Ik heb nog 2 hartjes over Dylan. Als je mij wilt spectator, zou ik dat heel erg fijn vinden. Ik zit daarentegen wel binnen in mijn liefhuisje, dus ik weet niet of je mij zo intrigue kunt zien. Ja, ik weet waar je bent. Hij is bijna bij je. Kijk uit, hij is bij je. Oké. Staan. Oh, wat? Nee. Ik dacht dat hij boven mij was, dus ik denk van ik ga heel snel naar beneden toe om me daar te ja, klopt. Alleen toen je dat zei, keek ik naar beneden, toen zag ik hem in één keer. Shit, guys. Bijna, het ging bijna goed. Maar wat voor kerel was dat dan? Wat voor gear had hij dan bijvoorbeeld aan? Ja, die heeft een goede gear. Hij had gewoon geluk dat je bijna dood was. Oh man, ja, dat is altijd een beetje het probleem in Skywars. Als je eenmaal in een PvP-battle hebt gezeten, heb je altijd even de tijd nodig om te gaan regenereren voordat je weer in een nieuwe PvP-battle verstrikt raakt. Ja, en ondertussen zijn al heel veel mensen in hetzelfde eilandje dood gegaan als die van jou. Ja, op naar de volgende, Dylan. Let's go. Oké, jongens en meisjes. Ik en mijn apenvriend Dylan die... Oh, nice, je zit naast mij, Dylan. Ja, ik zie het. Nice. Hallo, buurman. Maar in ieder geval, ik en Dylan zitten deze keer in de tempelmap. En we zeiden al in de vorige map die we speelden, oftewel de Gravity map, dat de tempelmap dus een van die iets oudere en ja, eigenlijk de mappen is die al een flinke tijd in Minecraft Skywars te spelen is in de Cubeworth Game Server. Ja, dus daarom ken ik deze ook heel erg goed. Ik ken hem ook aardig goed. Ik geloof zelfs dat dit de allereerste Skywars map ooit was die ik speelde. Dus dat is misschien ook wel weer een soort van nostalgisch momentje voor mij. Ja, ik wil het even kijken. Ik heb bijna full diamond gear, Dylan. Oeh, ik heb diamond gear. Wat? Ik heb 6 diamond helmen. Holy shit, dat is echt een hele hoop, Dylan. Dat is echt fuck. Normaal. Ik ga proberen gelijk bij jou in de buurt te komen, al weet ik niet of dat makkelijk gaat lukken. Ik heb trouwens 2 golden nuggets van die enchanted. Oké, nice. Kut, Dylan. Je hebt full diamond, je kan het aan. Nee! Ik wou naar jou toe springen! Hij loopt er vanaf! Serieus? Die hij dood heeft gemaakt, loopt er vanaf! Oh, waarschijnlijk omdat hij natuurlijk dacht dat ik naar jouw eilandje zou toespringen. En hij wou natuurlijk achter mij aanspringen om mij dan te kunnen killen. Nee, hij had je al gedood. En toen ging hij naar achter en toen liep je opeens er vanaf. Ben ik door hem gekild? Wat? Ja, inderdaad, ik ben door hem gekild. Dit is echt fucking random. Ik dacht dat ik mezelf dood liet gaan omdat ik namelijk falling damage kreeg. Hij heeft spijt. Hij wil het nu zelf moeten plegen. Hij denkt van, oh nee, ik heb het zielige konijntje vermoord. Dat wil ik helemaal niet. Zelfmoord. Maar jij leeft in ieder geval nog, Dylan. Ja, ik leef alleen. Ik heb mijn zwaard gedropt omdat ik schrok. Oh nee, Dylan. Ik schrok me dood. Maar die kerel die heeft zichzelf... Die kerel die bouwt zichzelf in. Dat doet hij waarschijnlijk ook kut. Nee, laat maar. Hij bouwt zichzelf niet in. Nee. Kom, Dylan, you can do this. Red jezelf nu het nog kan. 1 hartje. Je bent een aapman. Nee, Dylan, wat doe je? Gebruik je Torsion manier in plaats van dat je naar beneden valt. Grijp die liade. Oh my god, Dylan. What the fuck deed je zojuist? Ik zag jou zo heel random die brug overlappen. Ik denk van yes, hij ontsnapt. En in één keer zie ik je naar beneden vallen. Ik schrok me erg. Hij had zo de Joker skin. En dat stond ook nog in de brand. En het was zo erg. Oh man, dat was gewoon echt iets om wakker van te liggen in je virtuele dromen. Shit. Jongens en meisjes, ik en Dylan gaan deze gloednieuwe aflevering van Minecraft Skywars gezellig afsluiten in de Galaxy map. Yes. En Dylan, jij zei zojuist al tegen mij dat jij mij niet zag. En ik zie jou op het moment eigenlijk ook niet. Ik spring nu. Zie je iemand springen als een debiel? Ik zie wel een debiel springen, maar ik denk niet dat jij dat bent als apendebiel. Dus ik zal heel even verder kijken of ik jou misschien ergens anders nog kan zien. Ja, dan kom ik er hopelijk snel achter. Ik hoop het inderdaad ook. Ik pak sowieso eerst even alles uit de kist. En ik zie nog steeds echt bijna geen ene reet door dit apenpak. Oh my god, het is zo fucking random om zo'n pak aan te hebben. Moeilijk. Nou ja, het maakt in ieder geval Skywars nog wel net ietsje uitdagender dan het eigenlijk al is. Dus dat is wel een soort van... Ja. Nee! Nee! Fuck man! Dit is oneerlijk! Hoe kan dit? Hoe kan iemand zo fucking snel bij mij komen en mij vermoorden? Dit is gewoon fucking konijnenracisme dit. What the fuck? Jij bent echt op een raarste manier dood te gaan. En ik dacht dat ik nu... No! Nee! Jij bent niet dood... Oh my god. Nee, nog een potje, guys. Nog een potje. Okay. Wij, ik als fucking trots konijn in deze menselijke samenleving en Dylan als trots aap willen winnen. Let's go. Jongens en meisjes, ik als trots konijn en Dylan als trots aap willen graag een revanche in de one and only Galaxy map. Dus Dylan, ben jij er een beetje klaar voor? Hopelijk wel. Ik hoop inderdaad ook dat ik er klaar voor ben. Naast mij zit de one and only Bob de Bouwer. Dat doet mij gelijk al denken aan Roleplay Survive, want die hadden we natuurlijk ooit als guard. Oké, jongens en meisjes, ik en Dylan zijn weer begonnen. En zojuist was het een klein beetje een kort potje, dus hopelijk is hij deze keer ietsje langer. Ja, en ik heb een enderpearl. Oeh, nice Dylan. Ik heb jammer genoeg geen enderpearl, maar als jij zo meteen bij mij kunt komen, zou dat heel erg fijn zijn. Ik zou daar trouwens niet je enderpearl voor gebruiken, want... Nee, ga ik ook niet doen. We zijn best dicht bij elkaar. Echt super dicht bij elkaar, inderdaad. Even kijken, heb ik een bow gekregen? Ja, dat heb ik wel. En ik heb ook bouwblokken, dus heb jij, ik heb wel iets. Een legging? Legging, ja, die heb ik ook. Oké, want ik had anders een goeie voor je. Ik durf eigenlijk bijna geen risico meer te nemen in deze map, maar ik moet eigenlijk wel. Ik ook niet. Zou ik het doen? Ik ga wel een risico een keer nemen. Ik zou het gewoon doen. Skywars is degene die risico's. Eigenlijk het meest bouwt, dan ga ik nu een keertje bouwen. Ik eet in ieder geval vast even een god app, want ik heb namelijk zo'n naar gevoel dat er anders zo meteen in één keer een moordende psycho achter mij staat die een zwaard in mijn anus duwt. In mijn konijnenanus. Laat ik het daar maar even ophouden. Kijk, waar ben jij? Oh, we zijn er bij elkaar. Echt? Ja, kijk. Oh, nee. Kijk uit. Oh, kut. Ik bouw mezelf een beetje retarded in, maar ik denk ik ook bijna dood. Kut. Oké, ik kom bij je. Oké, kom maar in mijn holle
bolletje. En dat klinkt ongelooflijk verkeerd, maar het is enigszins wel toepasselijk. Okay. Bolletje van een konijn. Ja, laten we het daar inderdaad even op houden. Let's go. Kijk uit, heeft waarschijnlijk een puntje. Oké, kom hier staan. Dan ga ik even hier een muur voorzetten. Dit is echt zo fucking random. Wij als dieren zitten gewoon zo'n muurtje te bouwen hier. Ja. Ook het. Had hij punch? Ja, hij heeft punch. Oké, dan moeten we dus goed. Waar schiet hij dan? Ik zie hem niet eens. Ja, ik ook niet. Het is zo druk. Zijn er boven eigenlijk chesten? Of niet? Zou maar zo kunnen. Ben ik nog nooit geweest, namelijk daarboven. Kut, ik zie hem. Ik zie hem. Kijk uit, hij schiet heel snel. Hij is echt heel goed bezig voor zijn doen. Oeh. Okay. Hij zit ook zo allemaal dicht op elkaar. We kunnen zo makkelijk in bereik komen. Oh, uitkijken. Hij heeft geen punch. Hij heeft power. Alleen dat doet echt ongelooflijk veel damage. Oké, schiet er gewoon op hem. Weer ben ik gered door de galaxy. Viel. Hij viel! Oh, gelukkig staan al die blokjes hier, ouwe, en ben ik gered. Oh, deze map kan je zo goed redden, hè? Oké, Dylan, ze staan in de PvP-petabase. Oké, maak de jump, Dylan, maak de jump. Kut. Wat? Wow, wat? Ik ben teruggeput. Kut, echt, hè? What the fuck? Dit is apart. De lag is real, wat? Nee, oh my god, Dylan. Ja, ik leef nog. Leef jij nog? Ja, ik leef nog. Oké, nice. Dit is zo fucking random. Oké, we moeten echt... ik dacht dat jij dit was. Dit is iemand anders. Iemand is hier. Ik ga dood. Pak hem. Heb je hem? Nee, hij heeft godappel gegeten. Oh nee, ik kom kijken. Ik weet alleen niet waar je bent. YOLO, ik moet weg. Oh nee. Ontsnappingsroute. Oké, ik zie je. Oké, hij heeft je kwijt. Oh nee, niet omhoog. Hij gaat je afschieten. Nee, hij is zelf ook dood. Is hij zelf ook dood? Ja, zelf ook. Yes, een ultieme, directe, diervriendelijke wraakactie. Yeah, holy shit. Dylan, ik moet eerlijk toegeven, dit was een best wel chaotische, maar tegelijkertijd echt een geniale aflevering van Skywars Duo. Ja, heel erg spannend. Ik vond hem inderdaad ook heel erg spannend. Dus jongens en meisjes, als jullie genoten hebben van deze nieuwe aflevering van Skywars Duo, vergeet hem dan natuurlijk niet even een like te geven. Vergeet natuurlijk ook niet even het kanaal van Dylan te checken hier beneden in de beschrijving. En als jij nog niet geabonneerd bent op Doe Maar Gamen, raad ik je zeker weten aan dat even te doen voor meer konijnachtige video's. Maar natuurlijk ook Skywars Duo met mijn apenvriend Dylan. Jongens en meisjes, heel erg bedankt voor het kijken. Als je de video leuk vond, kun je hem even een like geven. En tot de volgende keer. Later mensen. Doei.